Oud-neuroloog Ernst Jansen Steur moet vandaag verschijnen voor het medisch tuchtcollege bij de rechtbank in Zwolle. Daar worden 5 zaken van oud-cliënten behandeld. 4 van de 5 oud-patiënten waren vandaag aanwezig in de rechtszaal. 1 oud-patiënt kon het emotioneel niet aan. Neemt u plaats. Mevrouw had hij graag bij aanwezig willen zijn. Ze heeft het tot het laatst toe overwogen. Maar ze kan het gewoon psychisch niet aan. En daarvoor heeft zij gekozen om vandaag niet te komen, omdat het haar gezondheid zou schaden. Letselschadespecialist Ime Drost, die de slachtoffers van Jansen Steur bijstaat, was vandaag als eerste aan het woord in de rechtbank. Meneer de voorzitter, leden van het college, mevrouw de secretaris, secretarissen. Vandaag worden 5 tuchtklachten van ex-patiënten van de neuroloog Dr. Jansen behandeld. En dat is niet omdat zij nou zo graag deze kwestie voor uw college wilde brengen. Nee, dat is omdat zij die het hadden kunnen, maar ook moeten doen, het erbij hebben laten zitten. En dan doel ik op de wettelijke mogelijkheden die de Raad van Bestuur van het ziekenhuis heeft en ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg.